Kan jij deze video sneller liken dan dat ik een ballon pak? Of een taco? Nee, Bob, een ballon. Daar gaan we. Daar gaan we. Oh. Hop. In deze video is het de bedoeling dat wij proberen om als eerste naar boven te zweven met onze ballon. Er staat een balk rechts in beeld die aangeeft hoe ver we nog moeten. En het antwoord is best wel ver. Alleen als je de ballon loslaat, hop, dan val je naar beneden. Dus dat moet je niet doen. Maar wacht eens even. Wil jij een hartjesballon? Ja, dat wil ik wel eigenlijk, ja. Oké, we hebben dus nu de normale ballon, maar ook... de hartjesballon. Normaal. Hartjes. Normaal. Hartjes. Oké, sorry. Rustig, joh. We zijn pas net begonnen met de video. Dus we weten nu dat de normale ballon niet zo goed is. Maar de hartjesballon best wel. Alleen wacht even, wat hebben we hier? Oh, ben je echt serieus? Drukt op een knopje. Maar we kunnen hier nog iets halen. Namelijk een hoop ballonnen. Dus voor de duidelijkheid, dit is de normale ballon. En dit zijn er een hoop. Ja, het verschil is niet heel groot. Oké, weet je wat? Wacht eens even. Wil je de banhamer kopen? Nee, Job. Doe het niet. Waarschijnlijk ga ik het zo meteen alsnog doen. Wacht even, de noobballon. Ik ben pas 2 minuten in deze video en ik heb nu al 1000 Robux uitgegeven of zo. Ik ben trots op mezelf. Oké, we gaan weer even kijken. Dit is dus de normale ballon. Dit is een heleboel ballonnen. Dit is de hartjesballon. En dit is de noobballon. Ja. Ik weet eigenlijk niet of deze echt sterker is of sneller is dan de hartjesballon, maar het is wel cool. En we zijn wel een stuk sneller dan de rest. Alleen ik heb het idee dat we nog veel sneller kunnen zijn. Dus geloof het of niet, maar ik laat mezelf nog 1 keer naar beneden vallen. Want zag ik dat nou goed? Normale ballon, hartjesballon, noeballon, luchtballon. Het is een ballon, gevuld met lucht. 400 Robux, er is niemand die dat gaat betalen toch? Aangenaam, DutchTuber. Oh my gosh. Ik blijf het altijd zeggen, maar ik doe dit zodat jullie het niet hoeven te doen. Reageer luchtballon als je de video nog steeds kijkt. Oké, we gaan eens even kijken. We begonnen dus met een normale ballon. Dan hebben wij hier de stapel met ballonnen. Dan hebben wij de hartjesballon en de noeballon. Maar dus nu zelfs. Oh my gosh. Kijk naar de balk rechts midden in beeld. We gaan zo snel omhoog. Dit is echt bizar. Ja, deze luchtballon die zorgt ervoor dat we heel snel zijn. En we halen letterlijk elke andere speler in. Oké, weet je wat? Als ik dit haal met mijn luchtballon, dan haal ik de banhamer. Dat was niet slim om te zeggen. Want als ik namelijk naar de ballen kijk, zijn we er bijna. Ik bedoel, moet je kijken. Als we de normale ballon hebben... langzaam. Saai. Luchtballon! Ja, als je zoiets zegt, is het altijd episch. Ik bedoel, glas met melk. Ik zeg het toch. Oh my gosh. We hebben gewonnen. Let's go. Ik steek mijn tong uit. Maar nu gaan we even terug helemaal naar beneden. Want daar kunnen wij, als het goed is, de banhamer kopen. Het is een hamer waarmee je mensen kan bannen. Tenminste, dat... zou je zeggen. Oké, we hebben hier een speler. En wij hebben dus nu de banhamer. Daar gaan we. Kom op. Wacht even. Oh my gosh. Dit is bizar. Wacht, wat? Oh, kijk die speler. Gewoon lekker zijn ding aan het doen vandaag. Ja, ik moet echt stoppen met dit spel voordat ik het voor iedereen verpest. Wacht even, is dit een kipnugget? Kunnen wij daar... dit is de beste dag uit mijn leven. 100% win-obby. Dus iedereen die dit speelt, wint. Oh my gosh, ben je serieus? Oh ja, dit heb ik wel eens gespeeld. Ja, inderdaad. Je kunt eigenlijk niet afgaan, want normaal gesproken moet je uit 2 kanten kiezen. En dan bestaat er dus een kans dat je naar beneden valt. Maar hier niet. Het is gewoon de hele tijd alleen maar rechtdoor. Volgens mij heb ik dit spel eerder gespeeld. Want ik heb namelijk allerlei dingen in mijn inventory. Maar wacht, kunnen we het onszelf nog makkelijker maken? Wil je in 1 keer naar het eind? Wil je echt zeggen dat dat gebeurt als ik hierop klik. Oh, ik dacht even dat het niet lukte. Kan iemand mij uitleggen waarom ik dit heb gespeeld? Waarom blijf ik dit soort games altijd spelen als ik weet dat ik er meestal mee stop wanneer ik al mijn Robux kwijt ben? Nou, hier moeten we dus het juiste pad kiezen. Nice. Oké, hier zijn we. Denk dat het midden is, maar ik ga deze rijke speler eerst laten kiezen. Kom op, jij bent super rijk. Jij moet het weten. Oké, weet je, ik kies wel eens. Dit is rood. Ah, nee. Nou, gelukkig hebben we nog een kans. Het is oranje. Dat is de juiste keuze. Dan is het waarschijnlijk geel hierna. Ah, kom op. Oké, dus eerst is het oranje. En ik zag net iemand vallen. Dus dan is het sowieso nu rood. Maar nu wordt het lastig. Kom op. Weet je? Het is weer rood. Nou, oranje, rood. Speler, volg mij. Oké, kom op. Serieus? En je had nog wel het juiste pad gekozen. Oranje. Wacht eens even. Wil jij de Ultra Coil? Ja. Ik bedoel, ja, natuurlijk. Oké, als het goed is... oh my gosh, dat meen je niet. We hebben nu al een manier gevonden om het eigenlijk een soort van te verpesten voor onszelf. Ik bedoel, denk erover na. We hoeven nu niet eens meer te kiezen wat het juiste pad is. Want we springen gewoon over alle paden in 1 keer heen. Op deze manier kan iedereen het einde halen. Wacht, wat is dit ook alweer? Volgens mij is dit een drankje waarmee je kan veranderen van uiterlijk. Wacht, we gaan eens even kijken of dit werkt. Kijk, want hier hebben we bacon hair. Ik heb het drankje niet gekregen. Ik heb daadwerkelijk 200 Robux betaald voor lucht. Dat kan ik je gratis geven! Hoe bedoel je? Lucht! Kom op, Bob. Nou ja, zie het zo. We hadden dat drankje ook niet per se nodig. En het kan zijn dat als we afgaan dat we het wel krijgen. Oh my gosh, dit is zo spannend. Eigenlijk niet, Job. Oh,
Echt waar. En nee, ik heb het drankje niet gekregen. Ik zei dat het spannend was. En daarna wilde ik zeggen, nee, natuurlijk niet, want ik win sowieso. En toen was het leven zo van... Nee. Ah, man. Oké, we zijn er bijna. De laatste sprong. En we hebben het gehaald. Hier weer zo'n spel. 1% haalt het einde. 1. Dat is minder dan 2. Ja, voor als je het nog niet doorhebt. Wat ze met dat soort titels willen bereiken. Is dat je dit gaat spelen. Omdat je denkt dat je dan speciaal bent. Als je het haalt. Maar ik haalde het niet. Oké, wacht. Is het rechts? Het is rechts. Is het rechts? Wacht eens even. Wil jij voor 10 seconden het pad zien? Werkt dat? Oh my gosh. Dat is zo chill. Kijk, nu kunnen wij dus voor 10... Echt waar? Rustig, Job. Geef jezelf nog een kans. Oké, kijk. Dus het begint links, rechts, deze kant, nu deze. En dan is het bijna alleen maar zo. Maar wij moeten dus onthouden waar we naartoe moeten. Oké, het is links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links. Oké, wacht. Sorry, ik durf het niet. Ik wil nog 1 keer voor 10 seconden het pad zien. Oké, perfect. Rechts, links, links. Eigenlijk is het bijna alleen maar links. En dan is het ineens weer alleen maar rechts. En dat doen ze natuurlijk expres. Want normaal verwacht je dat het een beetje om en om is. Oké, dus het is 2 keer deze. Deze, 2 keer deze. Oh, ik zag iemand vallen. Dat is niet de toekomst die ik wil. Dus we weten nu eigenlijk dat het alleen maar links gaat zijn. 3, 2, 1... Wat moet ik kiezen? Ja, ik moet links kiezen. Let's go! Ja, 1% haalt het einde is misschien wel waar. Tenzij je vals speelt. Dan haal je het sowieso. Oké, dit ziet er ook heel lastig uit. Ik ga het proberen. Ik weet niet waarom daar een frietje loopt. Maar ik heb zo'n idee dat frietjes altijd de waarheid spreken. Dus ik achter... Laat maar. Ik wou zeggen, ik achtervolg het frietje gewoon. Oké, dit ziet er best wel makkelijk uit, eerlijk gezegd. Ik bedoel, oké, dat is niet de bedoeling. Oké, weet je, dit meisje mag eerst. Die kiest voor rechts. Dus ik ga met haar mee. Dan hebben we hier 2 spelers staan die aan het chillen zijn. Wacht, waarom weer deze speler... exact waar hij naartoe moet. Wacht even, hebben we zojuist de maker van het spel gevonden? Want deze speler heeft nog geen 1 keer fout gekozen. Terwijl als je erover nadenkt, het is een 50-50 kans. Dus de kans is 50% dat je het goed hebt en 50% dat je uit de wereld valt en nooit meer terugkomt. Ja, nou ja, het is niet zo dramatisch, want het is een videospel. Maar je snapt wat ik bedoel. Oké, volgens mij weet deze speler het nog steeds. Oh my gosh, ga ik dit gewoon winnen zonder vals te spelen? Het ziet er naar uit van wel. Deze dino die lijkt ook precies te weten wat hij doet. Oké, rechts, dan weer links... Dan weer links. Oh my gosh. We hebben het gewoon gehaald. En als beloning zijn wij nu een patatje. Mag ik je nu opeten met mijn taco? Nee, Bob. Oké, mijn tactiek is vrij simpel. Niet afgaan. Niet in de lava vallen. En de speler voor mij volgen met het roze haar. Dit is echt bizar. Ik heb gewoon weer het geluk dat er een speler voor mij loopt. Die precies weet welke kant ze op moet. Dit is gewoon echt... Oké, ik had niet zo'n grote mond moeten hebben. Oké, wacht, er is hier een andere speler. Ja, kies jij maar. Oh, waarschijnlijk wordt het weer... Wacht, ik heb een idee. Voor 10 seconden het juiste pad zien. Oh my gosh, ik weet het. Ik speel best wel veel vals in dit soort games. Maar ik doe het voor de amusement. Oké, daar gaan we. Kom op, we kunnen nu voor 10 seconden zien wat het juiste pad is. Er staat daar verderop een kluitje met mensen waarvan nog niemand durft te kiezen. Dus wat wij gaan doen is wij gaan even de held uithangen. Want kijk, wij gaan nu nog een keer voor 10 seconden kunnen zien wat de juiste kant is waar we op moeten. En als we dan zometeen daar zijn, dan kunnen we die spelers dus eigenlijk gewoon de juiste richting geven. Oké, het is 3 keer links, 2 keer rechts. Ik denk dat ik het weet. Oké, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Let's go, we hebben het gehaald. Abonneer voor meer en adios.